Goedendag, ik ben Ron van de Knaap. Ik ben directeur-eigenaar samen boer van de Van de Knaap Groep. Van de Knaap Groep heb meerdere bedrijven in heel de wereld. Wij maken allemaal substraten. Wij maken substraten voor beworteling, voor potplantenteelten, voor groenteteelten op een hele duurzame wijze. De locaties zitten in Sri Lanka, India, Dominicaanse, Turkije. Daar hebben we allemaal locaties staan voor grondstoffen die naar Nederland komen voor onze potgrondbedrijven. Of ze gaan wereldwijd gelijk direct naar de klant. Het is het visitekaartje van de Nederlandse tuinbouw. Wij kunnen als Van de Knaap ons daar heel mooi presenteren voor alle mooie innovaties, internationaal en nationaal. En het is een mooie combinatie met een scholengemeenschap. Daar zit de toekomst voor Nederland. En wij proberen dan de leerlingen daar enthousiast te krijgen voor te komen werken in die geweldige mooie tuinbouwsector. Punt. We proberen allemaal producten of grondstoffen te gebruiken die elk jaar vernieuwen. Die elk jaar weer nieuw van een boom afkomen. En dat is voor ons heel belangrijk. Wij zijn met substraatteelten zijn we heel duurzaam bezig. Neem bijvoorbeeld onze biologische teelt. Dat is duurzaam. Dat is gemaakt uit reststoffen van meststoffen. En de substraten zijn gemaakt van de kokosnootbarst. En die is ook duurzaam, want die wordt elk jaar vallen er weer 80 noten van de boom. Dus dat is heel duurzaam. Duurzaam met water. Ja, we proberen al het water her te gebruiken. Dus zoveel min mogelijk te lozen. Dus duurzaam is bij Van de Knaap wel het woord waar we eigenlijk mee moeten beginnen. Wat is onze droom? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik hoop als ik eerst over een jaar of 10 zeg van nou, we doen een stapje terug. Tot ik wat heb betekend voor de wereld, maar voor de tuinbouwsector. Toen wij vernieuwend bezig zijn geweest en ook duurzame producten. Heel veel producten hebben kunnen maken van restproducten naar substraten. Of van restproducten naar meststoffen. Dat zou mijn droom wezen, dat ook een stukje bij kunnen dragen voor een gezonde en veilige wereld.